Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Aquaponische Geodroom. En ik heb een rondje gelopen, maar echt, het zwermt hier van de beestjes. Het is lekker warm vandaag. En ik heb even een momentje waar ik niet zo lang vliegen dan. En een lood vlinders. Ja, ze zijn nu weer op kantoor. Nice, er nog eentje. Wie wil dat nou niet? In ieder geval, het is echt beestenboel hier, met heel veel planten die groeien. Ondanks de vissen die eigenlijk niet meer in het systeem zitten, nee, het zitten eigenlijk los in het water. En nou, we zijn al bijna een maand verder. Ik denk dat het water alweer goed schoon is, want alles is gaan groeien als een malle. En er zijn ook bijtjes hier. Ja. Daar doen we het ook voor. Oh, dan is hier weer weg. Kijk, ze zijn hier over. Groot getal hier. Ik moet ook wel eentje op de camera krijgen als ze niet goed te zijn. Kom maar door. Kijk. Ja. Ga niet schrikken. Hoppa. Bij. Enfin. Misschien nog even zo'n lek te zijn in het systeem. Ik heb hier nog een extra ventilatiegat gemaakt voor de luchtafvoer voor het afzuigen van het water. Hier nu dat er een soort luchtbel ontstaat hier met verschillende ophopingen en niveaus. Nee, het lekt nog wel een beetje, ja, even iets meer zijn. Ja, aan de slag. Het waterniveau loopt ook goed af. Andere overvloers gebruikt, deze blijft goed werken. Hij is snel gekoppeld aan die. En ook gelijk aan die. Ik ga nog een keer een gat boren hier en een bulkhead installeren, zodat het water gelijk afgevoerd kan worden. Deze overlopen die blijven zich nog wel eens accumuleren met luchtbellen en buddy hier. En tegen misschien een langere feestje voor deze witte doe ik wel weer van passen. En die voert ook als golfwater af naar dit product. Ja, komt er een plant in zitten. En ook echt zo. Fijn. Ja, deze goede bedden. En die hebben ook weer veel moeite met de hitte waarschijnlijk. Ook wat dood door je planten verwijderd, dus het ziet er wat minder mee uit. Nog hebben we daar een zonnebloem. Die is goed aan het groeien. We hebben hier ook nog de tabaksplant. Die heeft iemand ook cadeau gegeven. Ik denk dat is de tabaksplant. Met bloemetjes eraan. Nice. Tomatenplant zonder tomaten. Nou, we hebben hier nog een mega mix aan munt en gras. Dus die ga ik hier gewoon grasfilter maken. Waardoor eigenlijk gras dan een soort van filter wordt met al die wortels. Ik moet ook uitkijken dat ze niet weer dichtgroeit. Ik moet ook wat langs doen. Ja, goed. Zo, wel een bloemetje in daar. Ja. Nou, we gaan nog wat spectaculaire planten aanschaffen binnenkort. We kunnen daar wat systematisch mee omgaan. Kijken of er wild in is. Is leuk, maar of het praktisch blijft in een systeem als dit, is nou even een goede balans vinden. We hebben wel gewoon gras al voltooid. Even weghalen. Even kruidenmix bakken. Hele hebben al zaadjes gemaakt. Dat is dan resultaten. Gaat waarschijnlijk gewoon weer vallen en dan weer opnieuw groeien. Is het bedoeld geschikt momentje is paprikaatje. Die staat er een tijdje tussen het ding. Het centrale dak heeft ook weer de nieuwe luchtgrijze pomp. Dus checkveld, bla bla. En die houdt ook gewoon deze op het groeibed vochtig. Die wil ik hier
soort van happy flow installeren of iets van. Die was ook dichtgegroeid met woordjes. Gedoe. Ja. Hebben we Jan Vijgen? Dat is een bloody hot hier. Die begint ook lekker weer te groeien. Ik zal de rijden die eigenlijk al weer uit. Klaar, de consumptie afgesneden worden dan kan die nog een keer. Groeit in een bekselderij. Tomaatplantje. En hier had ik al tomaten hangen. Kleintjes. Cherry tomatoes waarschijnlijk. Mooi klasje. Allemaal mooi. Wel wat meer. Een sick hotel. Een upgrade eromheen. Als die beestjes fijn vinden. Nou, een boomstaak die er doorheen groeit. Zij. En dit nog wel. Een boom. Fijn gewoon. En wat hebben we nog meer? Kooltjes. Bloemkolen, maar die zijn alweer gaan bloeien. Kijk, een bloemkool. Nog een bloemkool. Nou, misschien kunnen we er gewoon wat zaad van maken en dan volgende keer nog een keer proberen. Dat de aquaponics gegroeide bloemkolen zijn. Paprika plantje. Even acclimatiseren. Gooit zijn vruchten af, nou die vallen van naar beneden en die zullen wel weer nieuw uitkomen. Dus ik ben benieuwd. En citroengras. Deze. Een soort moerasplant, dus die zal waarschijnlijk in deze bak ook wel leuk vinden. Maar jeetje, wat is het warm hier. Ik ga even die koeler maken. Dat was het idee. Dat zijn alle onderdelen. De camera natuurlijk. Yes. Nou, het gaas. Wielballen. Een stukje. En die 42 nog wat gaat schuren en zo. Weetje. Een zeepaal hier. Shit. Tijdschakelaar. Ik heb hier de T-stuk met de ventilator. Die kan ik met schuiven. Het zijn shit met zo'n bewegingen. Schuifschuiven is klaar. Ik heb hier nog een pomp in zitten. Ik ga het water naar de pomp. De buis pakken. Het buisje. In principe is. Misschien heb je het videootje al gezien, maar dat is iemand die heeft ons een koeler gemaakt. Die dan. Dit is dan de eerste installatie. Dat module is ervoor. Maar in feite is hij zuigt de lucht naar binnen, warm lucht. Bioballen zeg maar in deze buis. Dan zit dat gas hierin om die bioballen daar ook te houden, weet je wel. Dan heb ik nog een aquariumpompje die bioballen gaat besproeien. En dan gaat het water zo naar beneden. Komt langs die bioballen, heeft heel veel oppervlakte, dus ik heb heel veel oppervlakte om te kunnen verdampen. De theorie is dat als je water wil opwarmen van 0 tot 100 graden, kost even energie om het water uit van 100 graden naar damping te gaan. Bijzonder zware dingetje. Dus dat gaan we dan toepassen. Wat hij nog wel verder heeft in die film is dat hij dan nog water uit de lucht haalt. Als je droge lucht krijgt die opgewarmd is en bla bla kun je bed koelen. En voor een healthy energie gebruik. Dus, maar goed, we hebben dus een zwamkoeler. Deze is niet de lucht gedroogd.
Daardoor komt er dus meer condens in de dam. Maar ja, die dam die bakt alles toch wel fucking droog. Het is echt luchtvochtigheid 20% of zo op dit moment. Dus dat is geen probleem. Nog droge lucht. Die dam die is eigenlijk al de voorverdroger. Nou, het uitschakelaartje, we hebben niet altijd de koeling nodig, dus we zetten gewoon het oude schema aan. Deze zal een dag aangesloten worden. En nog meer onderdeel? Ja, nou, dat is het. Dus laten we even elkaar zien. Nou, heb ik geen rekening gehouden dat het zonf en het niet doet. De temperatuur van het waterbos zijn waar het in zit. Daar heb ik ook nog een rekening. Ik heb hier een grote waterbos en ik kan het niet uit. Ik weet niet of dat een soort van verschil zou uitmaken. Of misschien kunt u dan ook het water in de lucht. Maar nee, ik weet niet. En natuurlijk gelijk zo'n 2 kilowatt airco gewend waar je echt zo voor staat en echt zoiets hebben. Lekkere koelkanswind voor je bakjes krijgt, maar ja, dat is ook 2 kilowatt. En dat is, wat is het? 11 watt, 25 watt, 35 watt van koeling. En dan voelt wel lekker koel aan. Bovenaan. Ook die helemaal nooit gemaakt. Echt het grilt hier van de beestjes. Daar een beestje. Daar een beestje. Een beestje. Daar een beestje. Een beestje. Ze zijn hier een grote totaal aanwezig. Maar is die hitte. Dan is het toch wel wat goed toegenomen. Er is een goed pot hier. Ja. Dus ze weten de weg hier weer eruit. Maar het blijft sterk. Door mee naar huis. Ja. Ja, temperatuurproof, geen idee. Ik vind het warm om hier tegen te zoeken. Ik moet zeggen, misschien. Ik heb hier nog draaiende, de device bits. Dus, even kijken wat daar een groot verschil is. In temperatuurschommelingen. Nou, eindelijk verkoeling. Ik was steeds koeler te worden. Nou, nog wat meer rondjes overzicht hier. Het is nog steeds een jungle hier. Een soort vliegen.
Nou, ik bedoel, ik eens een keertje een paar uur voor de klanten gaan staren. En dan zien ze allemaal in één keer verschijnen. Maar dan zijn ze allemaal bedekt met schutkleuren. En dan is het allemaal voor het oog niet te zien. Zodat je ze wel ziet. Ja, als je zin hebt om mee te tuinieren binnenkort, dan hebben we 2 dagen werken en dan heb ik weer maandag. Ja. Yes. Het is maandagmiddag. Als je tijd hebt, kun je eens komen, schalk haar. Als je mee te helpen om deze plantenwildernis een beetje te organiseren. Dus. Nou, ik ben benieuwd of dit zo aan de dijk gaat zetten. Misschien heb ik er nog wel 10 nodig of zo om resultaat te krijgen. Dat ik er 300 wat kan voelen. Het is ook een beetje absurd wat er gebeurt, hè. De afgelopen dagen hebben we realisatie nog even. Ah, 40 graden in de bakjes in je huis. Maar goed, dat is wel niks te snappen. Nou, als ik naar de hele wereld er zo uitziet, dan hebben we dan nog een beetje genoeg opregulatie, temperatuurrekening, microbergdruk, 60% diepte van de bladeren met echo-effect. De hele uitknoot kan koelen. Ja. Ja. Ik heb zijn daartegen, zeg maar, van houtkappen, gasschermen, oliepunten en dergelijke. Goed, dat is mijn verhaal. Dus aanstaande maandag, geef even door, als je komt, dan kan ik rekening mee houden. Een week of een koffie moet zetten. Oké, okay. Wacht voor moeite. Nou goed, dat was dus het avontuur met de zwamkoeler. Misschien ga ik nog upgraden met dat die wat liquid desiccant, zoals dat dan heet. Dat zijn vloeistoffen die vocht kunnen opzuigen in zich en dan vasthouden. Dus dat een vloeistof die vocht kan opnemen en daardoor kun je de lucht drogen en dan opwarmen en dan nog droger maken en dan doe je hierin en dan kan afkoelen. En dan komt er dus droge lucht met verdamping en met water en dan krijg je dus dezelfde vochtigheid weer terug dan je daar in hebt gestopt. En dat het zeg maar hier een moeras wordt, maar het is toch wel dus. Ik weet niet wat het is. En nogmaals, de vochtigheid in de doop is op zich overdag al gewoon 20%. En als die dan nacht inschadigd is, gelijk weer dan 20% en 95%. Vochtigheid gaat. Het leven in is eigenlijk in een moeras. Waar zijn die zomers ook zo klef? Maar, vochtigheid. Die drone die kookt wat hogere temperaturen op en dan duwt hij eigenlijk de pot gewoon naar buiten te keren. Enfin. Leuk. Dat er nog wat vlinders voorbij kwamen vliegen. Mocht je nog vragen hebben of commentaar, probeer het te vinden. En dan zie ik je weer tot de volgende keer. Dan zou ik ook even een temperatuurmetertje meenemen. Op. Een temperatuurmetertje.